Dit is de VNG Praat Mee, podcast voor gemeenten. Ja, welkom bij een nieuwe podcast VNG Praat Mee, waar we het gaan hebben over de bestuurlijke inzet van de VNG in Europa en internationaal. En daarvoor hebben we twee hele goede gasten uitgenodigd die daar alles over kunnen vertellen. Hier in de studio Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, voorzitter van de VNG en ook co-voorzitter van de United Cities and Local Governments, UCLG. En René de Heer, wethouder in Zwolle, lid van de Nederlandse delegatie naar het comité van de regio's. En daar gaat René dadelijk alles over vertellen. Laat ik beginnen met u, Jan van Zanen. U bent internationaal actief voor de VNG. Wat houdt dat precies in? Nou ja, wij zijn lid van de wereldkoepel, de UCLG. We zijn ook lid van de Europese koepel, de CEMR. En als je als gemeente en met gemeente actief bent, en dat zijn René en ik allebei, en je legt geen rekenschap af van de internationale dimensie van je werk. Want of je nou in een dorp woont of in een grote stad, het internationale, en of het nou gaat om economie of om solidariteit of om mensen die uit het buitenland zijn of kinderen die in het buitenland studeren. Ja, we zijn zo, en ook de Nederlandse traditie, we zijn zo met het buitenland en internationale dimensie, de Europese dimensie, als Nederland en ook als Nederlandse gemeente verbonden. Dan vind ik het noodzakelijk en ook alleen maar goed om ook op het internationale terrein, met die vereniging van gemeenten, nogmaals de wereldkoepel en de Europese koepel, om daar actief in te staan, zijn. En dat doe ik met veel liefde. Ik ga dus naar die vergaderingen. We doen uitspraken. We proberen middelen ter beschikking te krijgen. En het lokale belang ook internationaal neer te zetten. En daarmee bij te dragen aan de wereldvrede, maar ook aan de klimaatdoelstellingen en noem maar op. Kunt u eigenlijk zeggen dat de VNG dan ook lid is van een Europese vereniging? Zeker, zeker. We zijn dus lid van de CEMR. Daar ben ik executive vice president van, of executive president geloof ik. Dat is min of meer een eretitel, omdat ik vanuit Europa natuurlijk in de wereldkoepel zit. En daar ook de verbinding wil maken. Wij agenderen ook onderwerpen die ook voor de VNG van belang zijn. Natuurlijk is nu het allerbelangrijkste een groen herstel, zou je kunnen zeggen, na de coronacrisis. En dat speelt ook in alle werelddelen en zeker ook in Europa. Ja, René de Heer, ook actief in Europa namens de VNG. Kunt u daar wat toelichting op geven? Ja, zeker. Kijk, zoals Jan al zegt, we hebben als gemeente, dus regionale en lokale overheden, staan echt het allerdichtst bij de inwoners. En die zijn overal ter wereld, ook in Nederland en ook in Europa. En doorgaans wil het beleid van Europa nog wel een beetje hoog over zijn. Het zijn grote regelingen en nationale overheden die dan worden gevraagd om iets uit te werken. En het is juist de taak van het Comité van de Regio's, als een soort parlement van lokale en regionale overheden, daar die rol van de regionale en lokale overheid echt goed te benadrukken. Dus je bestudeert of je kijkt naar de plannen die door de Europese Commissie of door het Europese Parlement worden gemaakt. En dan ga je kijken van, is die regionale of lokale dimensie er wel? En dat is en blijft altijd belangrijk. Ondanks het feit dat we urban agendas hebben, verdragen van Lissabon, waar dat allemaal geregeld is, dat we zeg maar mogen bijdragen aan het comité van de regio's, is het ongelooflijk belangrijk. En ieder land in Europa vertegenwoordigt zijn gemeentes of regionale overheden. En dat is supermooi. Ja, en ook die internationale uitwisseling, denk ik. Ja, wat je doet is dat je eigenlijk met elkaar gaat kijken van, hoe werken de Europese plannen nou uit in de verschillende regio's, in verschillende lokale gemeenten. En daar zie je vaak grote overeenkomsten. De meeste burgemeesters of soortgelijke functie als wethouders lopen gewoon tegen dezelfde dingen aan. Zij kennen de ondernemers het beste, ze horen de inwoners het beste en kunnen daarmee ook die rol goed vertalen naar het Europees beleid. Dus het is een wisselwerking. Het is niet alleen dat wij zitten wachten tot er een plan komt en dan zeggen van nou is wel goed, niet goed. Je mag ook initiatief nemen om zelf iets naar voren te brengen. Die internationale uitwisseling merkt u denk ik ook als co-chairman van de UCLG. Ja, alles wat we lokaal bespreken wordt ook internationaal besproken. Wij proberen dus ook de lokale overheden gewoon een platform te geven, een stem te geven, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties. Want ook daar geldt, wat ik altijd tegen de Nederlandse regering zeg, van ja, u kunt wel denken dat u alles zomaar uitgevoerd krijgt, maar er is geen stukje Nederland wat geen gemeente is. En dus zelfs ook bij de Verenigde Naties, maar ook bij Europa, de Europese Commissie, is het ook echt zo, ja, dames en heren, u wilt dit allemaal wel, maar het komt er natuurlijk op aan dat het lokaal wordt uitgevoerd. En geef nou stem aan die lokale overheden om
alles wat u verzint meteen een praktische vertaling te geven naar de steden, naar de gemeente. En het omgekeerde, dat wij ook steeds aan de bel trekken. Ja, als het gaat om klimaat, als het gaat om lokale financiën. Nou, dat is een hot issue ook in Nederland. Laat je stem horen en laat zien dat het in Europa op sommige punten ook niet zo goed gaat als het gaat om de autonomie van gemeenten. En dan kun je een beetje internationale druk best wel gebruiken. Kunt u een voorbeeld geven van welke gesprekken u dan bijvoorbeeld heeft met andere burgemeesters op Europees niveau? Want dat hoort er ook bij, denk ik. Ja, dat is constant het geval. En dat zijn de Europese collega's, of dat nou de burgemeester van Parijs is of van Mannheim of die van Barcelona. Maar ook internationaal, die echt werkelijk komen van alle werelddelen. Hè? De collega van Bogota, de collega van New York. Ja, we zien ze allemaal. En dan is het verrassend, en ook de Afrikaanse collega's, dan is het verrassend hoeveel vergelijkbare issues er zijn. Ik heb als Nederlander gebruik ik vaak de fiets als parabel van hoe iets aan een cultuur van een land verbonden is. Maar ja, aan de hand van de fiets kan ik ook een ontwikkeling beschrijven. Kan ik ook zeggen van ja, als je kijkt naar de mobiliteit in de toekomst, is de fiets misschien wel. En dan zeg ik, maar let op, wij hebben nu al files met fietsen. En dan moeten ze vreselijk lachen. En dan zeggen ze, oh, was het maar zo dat we, files met fietsen hadden. Exact. Weet je. Nou, jij zult de vergelijkbare... Ja, vergelijkbaar, weet je, iedere gemeente heeft te maken met een nationale overheid. En nou, op Europese schaal zie je daar hele grote verschillen. Wij zijn een beetje een decentraal land, maar dat is niet in alle landen zo. Dus er wordt heel vaak ook vanuit de lidstaat alles op die gemeente gedrukt. Of bijvoorbeeld Europese programma's worden gewoon op nationale schaal uitgevoerd. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dus dan spreek je met een collega uit Hongarije of je spreekt met een collega uit Frankrijk of uit Duitsland, België, Scandinavië, waarbij je echt kunt zeggen van nou, hoe pak je dat nou aan? En dat doen wij samen met de VNG heel erg goed. Want het is nou ook niet zo dat Den Haag, zeg maar het kabinet, heel erg altijd op de lokale overheden zit. Ja, wel als ze er iets naartoe kunnen decentraliseren. Maar als er geld vanuit Europa komt wat ze ook zelf kunnen houden, dan moeten wij wel heel erg hard aan tafel komen om te zeggen, ho, volgens mij moeten lokale en regionale overheden mee bedenken hoe de plannen worden uitgevoerd. Dus er zit een mooie stevige lobby ook op. Ja, ik denk dat een belangrijk punt is, Jan van Zaan, dat kunt u misschien beamen, dat het ook belangrijk is dat de VNG zichtbaar is in Europa. Zeker, zeker. Zichtbaar. Wij zijn natuurlijk ook wel een grote vereniging. We staan er ook internationaal goed op. Nederland is natuurlijk sowieso zeer internationaal, ook al denken we soms van niet. Met de Duitsers, met de Engelsen, met de Scandinaviërs lopen we echt voorop in die internationale beweging. De VNG... staat ook in een traditie, zou je kunnen zeggen. Want ik weet nog heel goed, Wim Deetman deed dat ook. Een van mijn voorgangers, Annemarie Jorsma. Die deden ook echt, probeerden altijd mee te doen en deden ook mee op het internationale terrein. Het is natuurlijk geen dagtaak, maar het helpt wel. En je moet ook niet vergeten, het is ook niet voor niets dat een van onze dochterbedrijven, VNG International, ja, die voert allerlei projecten uit van peer-to-peer, van gemeente naar gemeente. En... Dat is heel lucratief. Dat wordt dus op een andere manier gefinancierd. Komt niet uit de contributie van de VNG of zo. Nee, het is een professioneel bureau die in opdracht van Europa en in opdracht van wereldorganisaties allerlei projecten uitvoert. En waarom? Omdat VNG International de lokale expertise van onze mensen, onze medewerkers bij gemeenten inzet in een ander land. En dat werkt heel erg goed. Want... vaak hebben gemeenten liever dat een collega komt van een lokale overheid dan dat er iemand van een rijksoverheid komt. Nou, de weten dat wij dat ook wel eens denken in enkele keren. Ik ben voorzichtig en charmant. Maar... heel af en toe. Merkt u dat ook, René, dat als de VNG ergens binnenkomt, dat het gewoon gewaardeerd wordt en dat er ook geluisterd wordt naar het verhaal? Zeker. In het comité van de regio zitten we met 12 mensen, 6 gemeenten, 6 provincies. En de Nederlandse delegatie is dus... eigenlijk relatief gezien klein. Als je dat vergelijkt met de Italiaanse delegatie of de Duitse delegatie, dan is dat groot. Maar als de Nederlandse delegatie iets doet, dan wordt daar altijd naar geluisterd. Als wij amendementen indienen of moties indienen of een rapport afleveren, ja, iedereen waardeert onze inzet en de inzet van lokale bestuurders ongelooflijk goed. Omdat we ook een apparaat hebben wat ons ondersteunt. En ja, de VNG staat gewoon heel, heel erg hoog aangeschreven. Als je kijkt ook... en voor de veel saaiere functies, maar best belangrijke functies als bureau, griffie, hoe regel je dat allemaal? Ja, daar is de VNG en de VNG-medewerkers zijn daar
ja, eigenlijk leading als het gaat over de richting, welke kant het op moet. En waarom is ook het verhaal van Jan van Zaan, van dat het fijn is dat er ook lokale bestuur vanuit gemeenten dan in op Europees niveau actief zijn? Ja, zeker. Kijk, we maken er wat grapjes over en zo, maar er is echt gewoon een verschil in schaal. En ik ben zelf een enorme voorstander van het daily urban system, hè, het dagelijkse gewoontesysteem van mensen. Waar ga je naar school? Waar doe je de boodschappen? Welk ziekenhuis wil je naartoe? En dat kun je op nationale schaal niet regelen. Dat kun je op Europese schaal niet regelen. Kijk, iets anders is als er een corona-epidemie is. Dan moet je op nationale en Europese schaal, misschien wel op wereldschaal gaan reageren. Maar het wil nog wel eens zo zijn dat de wat grotere instituties als Europa en onze nationale overheid soms denken dat zij weten wat goed voor ons is. Ja, en iets wat werkt in Den Haag werkt niet per definitie in Zwolle of in Oost-Groningen. Ook daar is altijd een beetje lokaal maatwerk nodig. Idem in Europa. En dan is het fijn dat je met collega's erover kunt praten. Dat je collega's even kunt bellen. Ja. Ik denk dat de luisteraars van deze podcast de bestuurlijke prioriteiten van de VNG wel kennen. De financiële en interbestuurlijke verhoudingen. Zijn dat ook prioriteiten binnen de bestuursfuncties op Europees en internationaal niveau? Zeker. Ik haal altijd gewoon praktijkvoorbeelden. Het migratieonderwerp. Maar ik haal altijd de praktijkvoorbeelden. En op het ogenblik zijn het de centen, de financiën. Die uit het lood zijn geslagen. Omdat wij verantwoordelijkheden hebben gekregen. Dus een hele belangrijke mede-overheid zijn geworden. Maar dat daar de financiën en de beleidsstrijd niet bij is gekomen. En dat dat nu zo erg is. Dat het zo echt uit het lood is geslagen. Dus los alleen dat ik niet alleen meer pleit voor herstel heel snel. Die financiële afspraken. Maak die waar. Maar dat hebben we afgesproken. En kom daarmee. Maar ook gewoon van hoe ga je nou als gemeente en Rijk met elkaar om? Want elke keer opnieuw dat gedoe, ja, dat wordt niemand blij van, ook bij het Rijk niet hoor, dat merk ik. En dat is ook internationaal goed te vertellen. Twee, maar dat zijn meer inhoudelijke onderwerpen. Kijk, gender equality, hè, dat is altijd een onderwerp wat voor ons redelijk vanzelfsprekend is. Er is nog een wereld te winnen hoor. Maar dat is in andere landen en andere werelddelen nog best omstreden. Hoe ga je om met je democratie, hoe onafhankelijk kunnen mensen zijn, hoe is het met je rechterlijke macht, weet je, dat soort onderwerpen. En ook, maar daar kan René, de wethouder, ook waarschijnlijk iets over vertellen. Wat ik zelf zeer inspirerend vind, dat woordenboek, die agenda, die 17 ontwikkelingsdoelstellingen, de Global Goals, die in Noord-Zuid, Oost en West van de wereld een soort van taal maken, een soort van afhankelijke, ja, hoe noem je dat? Ja, een agenda, perspectief van nee, als we die wereld willen behouden, en dat willen we met z'n allen, moet je wel dezelfde taal spreken. En niet alleen in al die werelddelen, maar ook in de private sector, de publieke sector en in de wetenschap. En ik word heel erg blij, het zijn natuurlijk kleine dingetjes hoor, dat weet ik wel. Maar ik word heel erg blij als je aan de hand van die agenda, zowel met mensen uit Afrika, uit Zuid-Amerika, als uit het Verre Oosten kunt spreken. Daar word ik blij van. Denk ik, ja, als we dat nou allemaal doen, gaat het de goede kant op. Ik hoor eigenlijk twee dingen zeggen. Eén is van, we hebben ook op Europees en internationaal niveau het gesprek over die interbestuurlijke en financiële verhoudingen. En twee, die global goals en het vooruitstrevende wat Nederland dan ook wel te bieden heeft in Europa. Kunt u daar misschien een toelichting op geven, René? Ja, ja, dat klopt. Kijk, de grote vijf grote lijnen van de Europese Unie zijn op dit moment onder andere vergroening, meer aandacht voor de stedelijke regio's en Europa dicht bij de burger brengen. Maar vooral dat vergroening en aandacht voor de verstedelijking van de regio's en zorgen voor welzijn en welvaart van mensen. Ja, dat is vertaald in die Global Goals. En dat vind ik, Jan zegt het terecht, het is ons woordenboek, ons wereldwoordenboek, waarmee we gemakkelijk met elkaar kunnen praten. Het is soms wel, als je het ziet van er zijn doelen en acties, en als je het allemaal uitwerkt, dan lijkt het in één keer een dik pak. Maar of je het nou in mijn geval dan in Scandinavië of in Zuid-Italië hebt over de waterkwaliteit of de armoedebestrijding of kinderen naar school. Je praat overal over hetzelfde doel. En dat maakt het in Europa eigenlijk een extra taal die we gebruiken in het Comité van de Regio's, in het Europees Parlement, in de Europese Commissie, om gezamenlijk één richting op te gaan. Nou, dat is prettig. Het werkt niet altijd, want belangen zijn groot. En niet iedereen staat op dezelfde uitgangspositie. Als je Nederland kijkt in onze energietransitie en verduurzaming, ja, dan kun je een heel groot Europees beleid van weg met steenkool tegenover zetten.
Maar ja, vertel dat maar eens in Oost-Polen, waar de hele wereld nog gewoon op steenkool draait. Dus ja. Het zijn allemaal, zitten spannende dingen in, maar zo'n global goal helpt om mensen achter hetzelfde taalgebruik te krijgen. Houdt het ook wel zo'n spiegel voor? Want ik denk wel eens van, als ik bijvoorbeeld op reis ben, dan zie je ook eens een andere kant hoe het ook kan zijn. Dat in Nederland soms dingen ook gewoon goed geregeld zijn zonder dat je daar nog bij stilstaat. Nou, ik denk dat iedere Nederlander, we kunnen twee dingen heel goed doen. Klagen en trots zijn op het moment dat er iets met voetbal gebeurt. En dat klagen, dat zouden we een keer iets moeten afleren. Want ik heb in ieder geval altijd het idee dat als ik terugkom in Nederland, ik denk bij mezelf, het is een klein land, er is misschien een hele hoop mis, maar het is het mooiste land van heel de wereld. Ja. En zeker, maar je kan ook leren, hè? Want bijvoorbeeld in andere landen hoe ze met participatie omgaan, dat is zeker waar. Totaal anders. En dus ik kom er altijd blij van terug. Dan denk ik, nou ja, wij hebben niet gevochten, we hebben niet geslagen, we hebben weer gesproken. En ja, je moet er wel een beetje zitvlees voor hebben, want het zijn soms eindeloze vergaderingen. Hele lange vergaderingen. En je wordt er doodmoe van met al die talen en noem maar op. Maar ik sta er wel voor. Kijk, als je die internationale dimensie van gewoon je lokale werk, hè, wil, dan moet je daar ook je gezicht laten zien. En dat doen we. Doet er nee. Dat doen trouwens heel veel collega's. Want er is een commissie binnen de VNG. Europa internationaal. Ja. En daar zitten, ik denk, een stuk of 25 collega's in. En die zijn allemaal op verschillende manieren betrokken met de internationale dimensie. Want er is bijna geen beleidsterrein meer waar wij mee voor actief zijn, wat niet ook gewoon een internationale dimensie heeft. Dan is het ontzettend handig als je bij je collega's te raden kunt gaan. Want het is ook, het internationale werk is natuurlijk ook kennis delen. Is ook een enorm netwerk als het moeilijk wordt. Ik weet nog heel goed toen de asielcrisis was. Toen was er natuurlijk van alles, ook in Griekenland aan de hand, zal ik maar zeggen. Dat was reuze handig. Van der Laan, die kon ook via dit netwerk een aantal afspraken maken. Maar heel praktisch. En ja, dat helpt. En ik ben trots dat zoveel vrouwen en mannen binnen gemeenteland, raadsleden, wethouders, burgemeesters, die internationale dimensie ook zien. Dat is een mooi brugje, denk ik, naar Brigitte van den Berg. Die is lid van het congres van de Raad van Europa. Daar heb ik eerder een telefonisch interview mee opgenomen. Daar gaan we nu even naar luisteren. Bellen met de bestuurder. Goedemorgen, met Brigitte van den Berg, wethouder in Beverwijk. Ja, welkom Brigitte van den Berg. Brigitte is wethouder in Beverwijk en daar verantwoordelijk voor de portefeuilles werk en inkomen, mobiliteit en kunst en cultuur. Ze is ook lid van de VNG-commissie Europa en internationaal. En vanuit die rol ook lid van het congres van lokale overheden van de Raad van Europa. Over dit congres bij de Raad van Europa gaan we nu doorpraten. Misschien goed om voor de luisteraars eerst even het verschil uit te leggen tussen die Raad van Europa en de Europese Unie en dan wat in te zoomen op het congres. De Raad van Europa en de Europese Unie, dat zijn twee verschillende organisaties. De EU zit natuurlijk in Brussel en de Raad van Europa zit in Straatsburg. En de Raad van Europa, daar zijn eigenlijk 47 landen, Europese landen lid van. Dat zijn er dus een stuk meer dan van de Europese Unie. Bijvoorbeeld ook Turkije en Rusland. En de Raad van Europa is opgericht na de oorlog om de mensenrechten te bevorderen, de democratie te versterken en de rechtsstaat te versterken. Ja, dan heb je dus ook zo'n congres van lokale overheden. Ja. Kunt u daar eens wat uitleg over geven? Ja, klopt. Ja, er is dus een congres waar allerlei lokale politici uit al die landen lid van zijn, om met elkaar te praten over de staat van de lokale democratie en ook met elkaar ideeën uit te wisselen. Want we zijn natuurlijk allemaal lokale politici en altijd met ons stad of met ons dorp bezig. Maar we kunnen natuurlijk heel veel van elkaar leren. Want uiteindelijk doen we ook heel veel hetzelfde. En als er een mooi idee is in Zweden, Zwitserland, Duitsland, dan wordt dat met elkaar gedeeld. En dan kan een ander daar weer van leren. En we houden ook met elkaar de staat van de lokale democratie in de gaten. Dus we monitoren bij elkaar bijvoorbeeld verkiezingen. Maar ook de autonomie die er lokaal is. En zo kunnen we elkaar ook versterken. Ja, ervaringen uitwisselen begrijp ik hieruit. Is dat ook de persoonlijke motivatie om dit te gaan doen? Ik ben altijd wel heel geïnteresseerd geweest in Europa. Ik heb daar ook mijn studie, mijn master in gedaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je als Europa een hele sterke lokale democratie hebt. Want daar wordt natuurlijk ook de democratie landelijk sterker van. Als er goede gemeentes zijn, dat staat toch het dicht bij de inwoners. Dus dat moet een hele sterke laag zijn.
En mijn motivatie was dat het me heel erg leuk leek en heel erg interessant leek om andere lokale politici te ontmoeten uit andere landen. En ook samen te werken aan die lokale sterke laag. Ja, en in welke onderwerpen uitzicht dat dan? Want de VNG heeft natuurlijk specifieke onderwerpen die op de agenda staan, maar in de Raad van Europa is het misschien anders? Ja, ik zit dan in de Current Affairs Commissie. En recent hebben wij bijvoorbeeld ons uitgesproken over de ontwikkelingen in Polen. In Polen zijn er natuurlijk op dit moment best wel zorgelijke ontwikkelingen gaande. Met name als het gaat om de LHBTI-gemeenschap. Daar zijn nu zones ingericht door lokale politici waar die mensen niet welkom zijn. Nou, daar maken we ons heel veel zorgen over. Dat is bijvoorbeeld dan een onderwerp wat in de Raad van Europa wordt besproken. En waar we ons dan ook heel stevig over uitspreken. Zodat lokale politici die het daar niet mee eens zijn, maar ook lokale activisten daar weer houvast aan hebben. Dat ook de Raad van Europa zegt van dit kan niet. Ja, want is het belangrijk om daar het is gewoon belangrijk om daar het gesprek over te hebben in Europa ook? Ja, zeker weten. Je moet met elkaar een standaard zetten. We hebben ook handvest voor de lokale autonomie. Waarin we echt zeggen, hier moet een lokale bestuurslaag aan voldoen. En daar toetsen we elkaar ook op. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je een standaard zet, zodat dat je in elk land je kan uitspreken van jongens, voldoen wij hier aan of voldoen wij hier niet aan? En dat landelijke overheden niet zomaar hun gang kunnen gaan als het gaat om het afnemen van die autonomie op lokaal niveau. Wat merkt u ervan als u met het verhaal vanuit het Nederlands perspectief bijvoorbeeld in een land als Polen komt? Wordt er geluisterd of zijn er te veel meningsverschillen? Ja, dat in de Raad van Europa. Er zijn natuurlijk cultuurverschillen, er zijn natuurlijk verschillen in hoe je dingen aanpakt, in wat je goed en fout vindt. Dus dat is altijd een behoorlijke opgave om dat te overbruggen. Maar ik denk wel dat als je laat zien van hey, zo doen wij het hier en dit vinden wij normaal en zo hebben wij het geregeld, dat andere politici daarvan kunnen leren. En ik merk ook dat bijvoorbeeld de Poolse delegatie zich ontzettend gesteund voelt door zo'n uitspraak van de Raad van Europa. Omdat ze zeggen, kijk, wij zijn niet gek dat we hier tegen zijn. Of wij staan hier niet alleen in. Wij worden gesteund door de Raad van Europa. We worden eigenlijk gesteund door alle lokale politici in Europa. Dat we hier tegen zijn. Ja, dat is ingezoomd op Polen. In de vorige podcast hebben we ook gesproken met Harold Bergman. En dat ging over mensenrechten. Is dat ook nog een thema waar jullie je mee bezighouden? Ja, Harold heeft natuurlijk heel mooi werk gedaan met een aantal boekjes om lokale overheden ontzettend te helpen om heel concreet lokaal aan de slag te zijn met mensenrechten. En zelf ben ik recent gevraagd om rapporteur te worden op het gebied van kinderrechten. Dus ook daar willen we hele concrete handvaten gaan maken hoe je nou als lokale overheid je in kan zetten voor de rechten van kinderen. Dus armoede bestrijden, zorgen dat er altijd dat elk kind goed onderwijs krijgt, goede zorg krijgt. En dat in heel Europa eigenlijk een standaard is die gewoon behoorlijk hoog ligt. Ja, dat zijn de dingen in heel Europa. Ik heb begrepen dat de Raad van Europa onlangs ook een bezoek heeft gebracht aan Nederland. Klopt dat? Ja, klopt. We doen dus verkiezingen monitoren, maar er zijn ook eigenlijk de standaard monitoringsbezoeken aan elkaar. Dat gebeurt elke 5 jaar, wordt elk land bezocht. En worden ze door een delegatie van de Raad van Europa bevraagd over hoe staat het nou met de lokale overheid. En heel recent was dat in Nederland. We moesten dat door corona helaas digitaal doen. Maar we hebben dus een heel goed gesprek gehad met een delegatie van de Raad van Europa. Die eigenlijk bevroeg van hoe staat het met de lokale democratie in Nederland? Wat gaat er goed, wat kan er beter? En daar gaan ze een rapport van maken. Ja, waar gaat dat gesprek over? Want ik neem aan dat de financiële situatie van gemeenten daar ook langs is gekomen. Ja, als Nederlandse delegatie heel erg aangekaart dat als je een sterke democratie wil hebben op lokaal niveau, dat je ook genoeg financiële slagkracht moet hebben en ook genoeg financiële autonomie. Dus dat je zelf moet kunnen gaan over je financiën. Dus dat je zelf belasting moet kunnen heffen bijvoorbeeld. En ook zelf je uitgaven moet kunnen bepalen. Nou, dat is in Nederland eigenlijk maar heel beperkt zo. In andere landen is dat zelfs soms beter geregeld dan hier. Dus wij hebben daar een groot punt van gemaakt. Dat hebben we gezegd, ja, wij hebben eigenlijk heel beperkte ruimte om onze eigen financiële huishouding te bepalen en te beïnvloeden. En het staat behoorlijk onder druk, natuurlijk zeker sinds de decentralisatie in de zorg. We hebben er heel veel taken bij gekregen, maar we zijn ontzettend afhankelijk van die financiële stroom uit Den Haag. Dus daar hebben wij een groot punt van gemaakt. En verder wat nog interessant was, is dat de delegatie heel benieuwd was naar hoe onze burgemeesters nou eigenlijk gekozen worden of op hun positie komen. Omdat eigenlijk in heel Europa
is het gebruikelijk dat burgemeesters direct gekozen worden. En dat is in Nederland natuurlijk niet zo. En wij hebben natuurlijk officieel de benoeming van de kroon. Waren de veronderstelling van, is het nou echt zo dat jullie koning bepaalt wie de burgemeester is? Nou, dat hebben we wel kunnen uitleggen dat dat in de praktijk natuurlijk echt anders is. Maar dat was ook een groot gespreksonderwerp. Ja, dus de Raad van Europa is op bezoek geweest. Hoe gaat dat nu verder? Komt daar een rapport van of was het alleen een gesprek? Nee, klopt. Die delegatie die maakt een rapport. En dat wordt ook besproken in de Raad van Europa. Dus dan kunnen alle delegaties, alle landen daar nog iets over zeggen. En vervolgens wordt daarover gestemd. En als het rapport wordt aangenomen, dan wordt het naar ons ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. En die kunnen daar dan ook weer op reageren. En ook natuurlijk mee aan de slag. Want er staan altijd tips en advies in om de lokale overheden nog meer te versterken. Nou ja, een interessant inkijkje. En dan in de wereld van Europa. Ook benieuwd van wat het rapport gaat opleveren. Ja, misschien de laatste vraag. We hebben ook studiogasten. Mm-hmm. Heeft u daar nog vragen voor? Of wilt u ze misschien iets meegeven? Ja, mijn boodschap aan lokale politici is, blijf vooral om je heen kijken. Ik merk zelf dat op een gegeven moment krijg je zoveel liefde voor je eigen gemeente, voor je eigen stad. En je bent daar ook zo druk mee dat je denkt dat dat het centrum van de wereld is. Maar het heeft mij, de Raad van Europa heeft mij wel echt gebracht dat ik denk, ja, we zijn gewoon in heel Europa allemaal bezig met die lokale vraagstukken. En dat is natuurlijk zorg, en dat is natuurlijk gewoon de praktische dingen op straat. Maar ook bijvoorbeeld de participatie van inwoners. En ik denk dat we daarin gewoon heel veel van elkaar kunnen leren. Dus mijn boodschap eigenlijk aan andere lokale politici is, blijf om je heen kijken, blijf andere mensen ontmoeten. Ook mensen die wat verder van je afstaan. Want er valt gewoon heel veel te leren. En eigenlijk is uiteindelijk in Europa iedereen met hetzelfde bezig. Namelijk een goed lokaal bestuur. Nou, dat lijkt me een hele mooie, positieve afsluiter van dit gesprek. Brigitte, bedankt voor uw tijd. Ja, fijne dag nog. Succes. Nou, ik zag veel instemmend geknikken bij het fragment. Bijvoorbeeld bij de ontmoeting en de persoonlijke motivatie. Ja, dat is het. Weet je. Alles wat we doen met beleid enzovoort, dat is allemaal prachtig. Maar het gaat erover dat je elkaar ontmoet. De culturen ontmoet ook in Europa. Dus gewoon om de halve meter een andere cultuur. En die ervaring die je dan uitwisselt, dat verruimt je geest. En dat vind ik echt heel erg tof. Want wij als Nederland, een klein land. Als wij onze grenzen dicht gaan zetten, dan wordt het helemaal niks. En juist door die ontmoetingen in Europa, met de Raad van Europa, met het Comité van de Regio's, verruim je je grenzen, verruim je je blik, zorg je ervoor dat er allerlei input komt. En dat verrijkt je leven hier. Ja, ja, ik herkende zeer wat René nu vertelt, maar ook wat ik net zag van Brigitte en hoorde. Want ja, ik ben ook van mijn studententijd. Kijk, mijn familie is ook nogal internationaal. Veel mensen geëmigreerd, ondernemers. Ik ben echt doordezemd van, ook in mijn studententijd. Ik heb in Amerika gestudeerd. Ook allemaal internationale vrienden aan overgehouden die ik nog steeds zie en spreek. En veel aan internationale handel kunnen doen als wethouder EZ. Dus echt van het begin af aan. Dus ik vind dat ik het niet goed doe als ik niet ook die internationale dimensie. Nou ja, het is wel vrij tijdswerk. Het is liefdewerk, oud papier. Het moet er allemaal naast in het weekend. En we kunnen nu niet meer reizen. Maar we hebben natuurlijk, dat reizen is wel dodelijk vermoeid. Maar ik vind het de moeite waard. En het werkt. Het werkt, het levert gewoon dingen op. Hè. Dus ik geef nog één voorbeeld. Ben ik heel trots op dat ze dat gebeurt. In de UCLG, dus die wereldkoepel, gaan ze samen met de London School of Economics gaan ze kijken naar de betekenis van COVID, van corona op de gemeentefinanciën. Ja, dat is misschien ver weg, maar er komt een heel gedegen rapport terug, dat weet ik nu al. En daar kunnen we gewoon weer gebruik van maken, lokaal straks. Nou, zo zijn er meer voorbeelden van dat ook vanuit Nederland en ook vanuit Nederlandse gemeenten gewoon onderwerpen op de agenda zijn geplaatst. En dan helpt het enorm hoor, als de Duitsers meedoen of Zuid-Amerika. Dat helpt gewoon. Ja, want ik hoor dat het onderwerp u aan het hart gaat. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, burgemeester Den Haag, voorzitter VNG, waar haalt die man de tijd vandaan? En de energie. Nou ja, weet je, het is een traditie binnen de VNG. Dat is wel een extra dimensie. Ja, en Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Natuurlijk ook zeer veel internationals. Het is de tweede VN-stad, dus het ligt ook in het verlengde van het zijn van burgemeester van Den Haag.
Maar wat je vroeg, en dat geldt voor René en mij, je moet er natuurlijk nog wel even de drive voor hebben. Want je moet je daar. Het is toch wel weer. Het is een andere wereld dan de wereld bij mij hier Benoordenhout of in Schilderswijk. Maar ja, het hoort er wel bij. Maar ik noem Benoordenhout en ik noem Schilderswijk. Heel veel mensen die daar wonen, die hebben een internationale achtergrond. Of komen er vandaan, of hun ouders of hun grootouders. Of werken er. Brigitte die had het ook over de Raad van Europa, die ook op bezoek zijn geweest in Nederland. Waar ook het punt gemaakt is van de interbestuurlijke en de financiële problemen waar gemeenten tegenaan lopen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja, zeker. Naast alle ontmoetingen en beleid gaat het uiteindelijk ook gewoon om euro's die vanuit Europa onze kant op komen om een aantal doelen te stimuleren. En de belangrijkste, die kennen bijna iedereen, dat zijn de structuurfondsen. EVRO geld, bekend van mooie projecten zoals innovatiecentra, innovatieprogramma's. Maar nu ook wordt er ongelooflijk veel geld vrijgemaakt voor het herstel na de COVID-crisis. Nou, en daar is het nog wel weer belangrijk. Daar zitten wij dan weer bovenop. Want dat is geld wat naar de nationale overheden gaat. Met de verplichting om het uit te werken met de lokale en regionale overheden. Dat gaat over REACT. Dat gaat over de Green Deal. Dat gaat over een plan wat nog moet worden opgesteld door het kabinet. Maar omdat ze demissionair zijn, hebben ze dat uitgesteld naar het volgende kabinet. Maar bij elkaar genomen komt er zo 5, 6 miljard euro naar Nederland toe. Wat uitgegeven moet worden in de provincies en regio's en gemeenten. Wij zitten daar nog niet helemaal aan tafel. Nou, dat zijn dan wel weer de momenten waarop ik met de Raad van Europa, maar ook met de Europese Unie, is gaan vragen van wat is eigenlijk jullie aanwijzing die je daar mee hebt gegeven. Want wij kunnen natuurlijk onze nationale overheid ook even houden aan het feit van, je werkt samen in Europa, dit geld zou je moeten uitwerken met de lokale overheden, dan moet je dat ook doen. Ja, want dan is dat netwerk dus ook van belang om te proberen ook gewoon allemaal aan tafel te komen. Want als je dan niet actief bent in Europa, dan zeggen ze ook van, wat komen jullie ineens doen? Ja, tuurlijk. En ik vind het een prachtig voorbeeld van hoe je gezamenlijk toch weer sterker bent. En als je ook nog internationaal samenwerkt, ja, dan word je alleen nog maar sterker van. Dus ik vind dat heel goed en ik doe het met plezier. Misschien afsluitend nog interessant om even een blik op de toekomst te werken. Wat gaan we de komende tijd doen vanuit de VNG op internationaal vlak? Nou, ik heb maar één woord hier, de herstel na corona. Ik bedoel, building back better, hè, dat is het dan de internationale term. Daar is de komende tijd volgens mij iedereen mee bezig. We moeten elkaar helpen, ook internationaal solidair zijn met elkaar. En de best practices uitdelen. Kijken hoe we samenwerken internationaal, met de internationale organisaties. En ook hoe de positie van de gemeente daarin door de nationale overheden wordt gerespecteerd en wordt gebruikt als driver, want ze kunnen het niet zonder de gemeente. Als je herstel wil, als je een vliegende start wil van de economie, van allerlei sociale issues, dan moet je dat doen samen met de gemeente. Dus ik zeg ook nog maar eens tegen via deze podcast, het nieuwe kabinet, maak je borst maar nat, want de gemeenten staan klaar, kom over de brug. Ja, want dat building back better, dat is wel een interessante term, want die zie je heel veel voorbij schieten. Maar dat is echt een term die op Europees niveau is besproken. Ja, zeker. En ik denk, recent hoorde ik een hele mooie uitspraak. Dat is in een crisis hebben we vaak de neiging om de korte termijn effecten te overschatten en de lange termijn effecten te onderschatten. Nou, de lange termijn effecten zijn er. We gaan straks faillissementen krijgen, maar vergis je niet ook over de psychosociale gezondheid van jongeren en mensen die al heel erg lang een jaar thuis hebben moeten zitten, ook vanuit andere culturen. Dat gaat straks zo'n enorme impact hebben. En dat is maar op één plek te zien. En dat is in een gemeente. Wethouders, burgemeesters, sociale wijkteams die daar zitten, die krijgen dat allemaal. Raadsleden die daar mee te maken krijgen, die erop worden aangesproken. En dan is Building Back Better wel een hele mooie driver om gezamenlijk verder te komen. Want alleen gaat het soms wel sneller, maar samen kom je altijd veel verder. Ja, ik denk dat de conclusie is, ook internationaal gezien zijn gemeenten hartstikke belangrijk. Ja, act local, think international or global. Nou, dat is een hele mooie afsluiting. Bedankt voor jullie tijd. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Tot snel weer. Ja, tot snel. Jij ook weer tot snel. Bedankt.